Wat heb je voor reacties gehad, die eerste? Nou ja, mensen, weet je, de mensen komen natuurlijk naar je toe die het ook mooi vinden. Maar ze komen niet naar je toe van, nou kwek gewoon, het was weer niks deze keer. Nee, wat ik hoor van de mensen, dat ze het heel mooi vonden. Ze moesten heel geconcentreerd zijn, maar dat vonden ze ook echt heel prettig. Om zo rustig te kunnen luisteren naar een voorstelling, ook rustig te kunnen kijken over heel dat platform, deze hier zo. Nee, de mensen die ik gesproken heb, vonden het heel erg mooi. Ja. Echt heel erg mooi. Ja, dat is toch ook een pak van je hart, want het is jouw idee en dat heb je samen met Stefan uitgevoerd. Dus het is wel zaak dat het dan nu ook klopt, toch? Ja, nee, ik ben er hartstikke trots op. Van het uiteindelijk product ben ik heel trots. En dat komt dus ook heel erg door Stefan. Stefan heeft er zo mooie dingen uitgelicht en andere dingen weer een beetje weggedaan. En mooie muziek en het is gewoon een tovenaar. Ik vind het een tovenaar op het toneel. Tovenaar Stefan Perceval, wat was het eerste idee wat je kreeg toen hij met het verhaal kwam? Ja, Bram die heeft me, ik denk bijna 2 jaar geleden, al eens een enorme map toegestuurd met allemaal informatie die hij had over de slavernij en de slavenhandel en ook over discriminatie hier en nu in deze dagen. En daar voelde ik wel direct een ritme in zitten. Iets wat we zouden kunnen doen samen. We hebben samen de retaker gemaakt en coupure. En Bram gaat altijd op zoek, als Zeeuwse sjamaan, gaat hij op zoek naar thema's die hier leven. Maar hoe kan dat nou? Dat kan toch niet? Nee, dat kan ook niet. Maar toch is het zo. Die geschiedenis van Middelburg, die ontzettend bloederig is en bloeddorstig. Dat is hier eigenlijk een soort van vampierenstadje. Er is heel veel gebouwd op het bloedgeld dat hier verdiend is met mensenhandel. Een slaaf kijkt mij aan. Blote voeten. Blauwe lippen. Korsten rond zijn mond en rond zijn grote donkere ogen. En daarom vond ik het een goed idee om daar iets over te maken. Herman van de Weideven heeft dan een tekst geschreven. En die tekst hebben we dan uiteindelijk helemaal tot onszelf gemaakt, hè, Brammetje? Ja, absoluut. November 1596. We gaan er niet voor staan met een kanonade waarbij we zeggen, kijk eens hoe goed wij kunnen spelen en alles. Dat heeft Bram al lang bewezen. Dat moet hij niet meer bewijzen, dat hij een heel goed acteur is. Een goed acteur is juist iemand die laat zien hoe dat een mens in elkaar zit, hoe dat een echte mens in elkaar zit. En dat je in deze ruimte, die zo gigantisch is, en op dit decor dat zo gigantisch is, wat dat eigenlijk alles uitnodigt van, kom maar jongens, de grote kanonnen, pam, pam. Dat je daar... Zo klein mogelijk. Ja, dat je daar juist het, in de muziek zouden ze zeggen, het tegengewicht maken. Zeggen, kom. Kom naar mij. Dus zoals een goed liefdespel eigenlijk. Mijn gedachten zijn doorgesneden als een Achillespees, omdat ik wil weglopen van hier. Het was heel stil, hè? Ongelooflijk stil. Ik had iedereen wel willen omhelzen na afloop. Want het is niet makkelijk om in deze banken te zitten. Het is klein. Het is nog gewend op kleine mensen uit de middeleeuwen of zo. En je achterste doet zeer, je rug doet zeer. Maar ze bleven echt allemaal geconcentreerd kijken. Ik vond het echt fantastisch publiek vanavond. Wat mij betreft is de succesformule tussen Bram en mij dat we weinig woorden nodig hebben. Dat we soms maar een blik nodig hebben. En dat we het weten van elkaar. Van hier zo of daar zo. Of... En ondertussen, omdat we dit het vierde jaar dat we samenwerken. Ondertussen hebben we ons eigen vocabularium onder water draaien. We hoeven maar een teken te doen aan elkaar. En dan weet Bram... Dus het is heel prettig om achteraf met Bram te praten. Want we hebben heel weinig woorden over. En dan kunnen we het weer over het schone in het leven hebben.